Café Tinto wordt mede mogelijk gemaakt door S-Vision. Vandaag dinsdag 3 april in Café Tinto. Feesten met als doel evangelisatie, het oog van de camera en de fotograaf zelf en de nieuwe muziek van Remco Hackert. Heel bijzonder goedemorgen. Welkom bij aflevering 132 van Café Tinto op Family 7. Iedere morgen weer met nieuwe en boeiende gasten aan de koffietafel. Vanmorgen zit hier Bart Eikelenboom. Hij organiseert feesten met als nevendoel, of misschien wel als hoofddoel, mensen te bereiken met het evangelie. Feesten, een jaren 80 feest. Dat is met de hits van de jaren 80. Nou, misschien nog wel ouder, de jaren 70 zelfs. Want ik wil ook iets van die tijd weer laten zien. Wat we echt nog voor elkaar waren en dat we nog die vreugde hadden. En ook een soort tegenwicht tegen dat huidige uitgaan. Oké, dus een beetje een hippie gevoel? Of zo ver ga je dat ook weer niet. Nee, ik wil eigenlijk zelfs nog terug naar het 50s gevoel. Dat gevoel van respect en stijl en gezelligheid en vriendelijkheid. Nou, kunnen we straks de rest weten. Verder hier aan tafel Jacob Klamer, hij is fotograaf. Hij reist de wereld rond om ons verhalen te kunnen vertellen via de lens van zijn camera. Ben jij een verhalen vertellen, Jacob? Dat is een vraag, daar val ik helemaal bij stil. Maar ik vind het wel heel gaaf om een soort doorgeefluik te zijn. En zo voel ik het meer, dat ik naar plekken toe mag om andere mensen weer daarover te informeren. De fotojournalist. Ja. En dan een muzikant aan tafel, Remco Hackert. Hij heeft zich in het zweet gewerkt met het afronden van zijn nieuwste cd. Op dit moment wordt volgens mij de cd geperst. Klopt helemaal. Ja. Het hoesje is bijna klaar. Wanneer ligt hij in de winkel? Nou, dat zou toch over een week of twee, drie wel aan de orde moeten zijn. Ja. Een kleine vertraging opgelopen, maar dat hoort er soms bij. Ja, dat kan soms. Geen probleem. En hoe heet die trouwens? Dat is een hele goeie. This is my song. De tweede regel uit het prachtige refrein uit Blessed Assurance. Ja. This is my story was de eerste. Die heb je al gebruikt bij een vorige cd. Precies, maar het is een refrein. Hè? En nu komt This is my song. En de volgende wordt Praising my Savior. En de volgende wordt All the Day Long. En dan heb je het hele refrein. Hij is nog lang niet klaar. En dan komt er wel weer een nieuw lied. Welkom alle drie. Dank je. Laten we eens even kijken naar wat berichten uit de krant. Ik zie hier toch hele optimistische mensen zitten. En toch lees ik in de krant: Nederlander is het meest versomberd. Nergens in Europa is het vertrouwen van consumenten zo sterk gedaald als in Nederland in de maand maart. Dat is gebleken uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nou, dan komen er allemaal cijfertjes. Het cijfer zit op de min 23, terwijl het eerst op de plus 8 stond. Inmiddels is dat hier in Nederland al 4 maanden het geval. Dat is zeer uitzonderlijk. In ruim 25 jaar tijd was dit alleen in enkele maanden van 2003 het geval, aldus de onderzoekers. Nederlander is het meest versomberd. Zijn we ook een beetje versomberd? Of herkennen jullie het helemaal niet? Nou, ik integendeel. Nee, je bent... Maar jij denkt helemaal niet aan geld, hè? Kijk, dat is het hem. Zou dat het zijn? Ja, ik moet denken aan die tekst uit het Oude Testament. Vertrouw in alles op de Heere en steun op eigen inzicht niet. Nou, dan heb je nergens meer last van. Nou, dat mag jij gaan vertellen. ook een beetje versomberd, Jacob? Nou, ik herken er wel wat in dat je toch ook in je omgeving mensen ontmoet die hun baan kwijtraken of hun vaste inkomen kwijtraken. En als je dan ook hoort dat de Voedselbank in Rotterdam, die heeft geloof ik een stop ingesteld omdat ze gewoon niet meer mensen kunnen helpen dan wat ze nu hebben. En ja, dat vind ik wel jammer dat in een zo rijk land als Nederland toch blijkbaar mensen niet meer aan voedsel geholpen kunnen worden. Dus ik kan me wel wat voorstellen bij die somberheid, dat gevoel. Ja, het is denk ik meer een gevoel, hè? Ken je dat, Bart? Dat sombere gevoel? Ik ken het wel, maar ik vind het juist ontzettend mooi. Want ik vind altijd... Ik bekijk dingen vanuit de Bijbel in de eindtijd. Dus daar klopt het heel erg, dit beeld. Vanochtend hoorde ik op de radio dat wij in Nederland het vierde gelukkigst land van de wereld zijn. Dat zou wat in tegenspraak zijn hiermee. Maar ik denk dat er wat aan de hand is. Sterker nog, dat is een van de redenen waarom ik dit doe wat ik doe. Is dat we hebben natuurlijk ons geluk ook gebaseerd op wat we hebben, onze materie. En 60 jaar geleden waren wij een gelovig land en nu eigenlijk een ongelovig land.
En er lijkt wel op alsof die zekerheden waar wij ons geluk op baseren langzaam weg uit onze vingers vloeien. En we snappen het niet, we zien het niet, want het gaat nog zo goed. De restaurants zitten nog vol. Maar er is wel iets aan de hand. En ik vind het juist zo mooi, de Bijbel zegt het ook, die schetst ook deze tijd. En ik vind het voor mij eerder een bevestiging. En ik denk dat er echt iets aan de hand is. En ik denk, ik heb laatst gelezen dat we een hele diepe crisis zitten. Tussen de crash van 33 in, van 30 en de jaren 70. Dus er is wel echt iets aan de hand. En we hebben ook die leegte in ons. En er gaat al iets gebeuren, denk ik. Ja. Jaco, als fotograaf, kun je zoiets vastleggen? De versomberde Nederlander? Oh, dat is een goede vraag. Ik zou dan gelijk weer denken aan zo'n honger, of zo'n honger, zo'n voedselbank. Ja. Daar kan je een reportage maken. Het is heel lastig om echt de armoede in Nederland vast te leggen, want waar vergelijk je het mee? En dat is zelfs al een probleem als je bijvoorbeeld in Afrika honger of armoede wil vastleggen, want de beelden zijn al zo vaak getoond. Dus hoe kan je met een beeld dan nog weer overtreffende trap krijgen? Dat is bijna onmogelijk, dus mensen zijn ook afgestompt. Ja. Dus het is lastig. Je moet mensen raken, hè? En dat zou het mooiste zijn. Ja. En dat is moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. En vooral dat soort onderwerpen als armoede, honger. Dat is niet altijd zomaar. En een gevoel is al helemaal niet in beeld te brengen. Precies. Ja. ik denk wat is nog. Iets anders. Een 1 april grap. Jullie hebben meegekregen, de 1 april grappen, die zijn niet zo succesvol meer. Doen jullie daar zelf nog aan? Nee, mijn kinderen wel. Ja? Ja. Hebben ze jou nog... ik had gisteren van die... als ik over het erf loop, dan heb ik van die crocs aan. Dat mag eigenlijk niet. Crocs? Ja, dat zijn van die instap rubberen slippers. Oh ja, ja. En ja, daar stap je gewoon in. En gisteren, of op 1 april kreeg ik te horen, pap, je veter is los. Terwijl ik mijn crocs aan had. Dat, zo ver gaat het en dan houdt het op. Oké, dus heel onschuldig. Ja. Maar afgelopen zondag zijn er wat nepbommen geplaatst. En er moest de EOD, de explosieve opruimingsdienst, bij komen. Er was bij een synagoge van Lochem een nep ding neergelegd. Was een grapje. En ergens in Leeuwarden. In het water van de Westersingel lag in Leeuwarden een voorwerp dat op een zeemijn leek. Uit voorzorg werd die directe omgeving afgezet, maar het bleek om een 1 april grap te gaan. Zijn dat nog grapjes? Lijkt me niet, hè? Nee, en daar heb je ook weer het probleem van de overtreffende trap. Als je een klein grapje maakt, dan wordt het niet meer opgepikt. Dus moet het steeds groter. En, ja. Dus het kent zijn slijtage. Wordt het ook een beetje te veel. Ja, dus wellicht weten we niet meer hoe we nog een leuke grap moeten maken. Dan moet je steeds gekker, steeds bizarder. Ja. Subtiel bestaat nauwelijks. Nee. Bij die crocs moest ik denken aan mijn zoon. Die had gisteren of op zondag blote voeten. En daar werd ook tegen gezegd van je veter zit los. Dus dat was vergelijkbaar. Hij wist dat het niet waar was, want hij had blote voeten op dat moment. Hij reageerde niet met meteen een blik naar zijn voeten. Nee, ik weet niet meer. Maar hij vond het erg grappig van zichzelf dat hij de grap door had. Oké, heel slim. Mooi. Goed, we gaan naar... een heel ander onderwerp. Soms is het lastig om te weten welke weg je nou zou moeten gaan bewandelen als mens. Wat wil God nou dat je gaat doen in je leven? Wordt het theologie? Ga je studeren? Of ga je inzetten? Wordt het een onderneming? Verzin het maar. Nou, het was de vraag van Bart Eikelenboom. Wat moet ik gaan doen? Nou, het evangelie, dat blijft een boeien, dat laat niet los. Maar het werd geen theologie. Hij gaat feestjes organiseren. Denk je, wat heeft dat nou met het evangelie te maken? Hij heeft een single party georganiseerd en dat alles, al die feestjes, in gewone uitgaansgelegenheden. Een creatieve manier om het evangelie te laten klinken. Hoe kom je erbij om feesten te organiseren? Een party voor de 80er of 70er of 50er jaren. Want je wil het evangelie verkondigen. Ja. Nou, het is een persoonlijke drive. Wat komt het vandaan? Ik kan het ook niet goed zeggen, want ik ben eigenlijk ik kom uit een heel andere wereld. Ik ben al 7 jaar freelance interim manager, projectmanager, eigenlijk bedrijfskundige, dus adviseur. Ik geef ook college op het gebied van strategisch management. En dan zeg ik tegen mijn studenten,
bedrijven die het goed doen, die zijn heel dicht bij zichzelf. Die weten wat ze goed kunnen en ook waar hun passie ligt. Nou, voor mij was dat eigenlijk ook zo. Ik denk, wat is dat nou? Ik vind die oude tijd en die oude muziek heel erg leuk. Ik ben zelf ook een oudere jongere en ik ben een beetje blijven hangen in die tijd. Ja. Wat is dat dan, een oudere jongere? Ja, dat is natuurlijk zo'n uitdrukking geweest van Cote & Bee nog. Die zeiden van, nou, je bent wel jong, maar ook niet zo jong meer. Je bent wat ouder. Het is die muziek uit die tijd van de jaren 50, 60, 70. Dat is voor mij een beetje blijven. Ik kom niet uit die tijd, eigenlijk nog iets daarna. Maar in ieder geval, op een of andere manier blijft dat hangen. Ik vind dat zelf heel leuk en ook opwekkend, enthousiasmerend. Dus dat vind ik gewoon leuk. Alleen, ik wil wel iets meer brengen. Ik vind het ook mooi wat je zegt van die versombering, 1 april grappen. We zijn een reflectie van de tijd. We krijgen een regering die we verdienen. We krijgen de grappen die we verdienen, deze tijd. En daar zou ik graag een tegenwicht in willen geven. En dat zat in mij. En ik heb het gewoon geprobeerd. En probeer dit soort evenementen, noem ik het maar, te organiseren. Ja. Je krijgt dus ook feesten die het land verdient? Dat denk ik wel een goed punt wat je zegt. Ik vind, als je het hebt over 1 april grappen die verruwen, heb je ook in het uitgaansleven een stukje verruwing. De house scene, dat we helemaal onder de pillen zetten en helemaal vol drank en zo. En coma zuipen, dat soort aspecten. Nou, dat is niet het gezellige uitgaan van vroeger, zou ik zeggen. En dan wil ik niet nostalgisch klinken, maar dat gevoel ben ik wel kwijt. Aan de andere kant zie ik ook trends van vereenzaming, individualisering, weinig communitygevoel, weinig binding. Je hebt ook iets gelezen over dat we nergens meer bij willen horen, dat soort aspecten. Nou, daar wil ik een soort context voor bieden, een invulling, om dat weer iets terug te brengen. Ja, even herinneringen ophalen. Remco, goede herinneringen aan de jaren 50? Nee, want daar heb ik geen herinneringen aan. Dank je wel, Evert. Ik heb goede herinneringen aan de jaren 70 en 80. Yeah. Ja. Maar meestal zijn het de periode waar je de meeste goede herinneringen aan hebt. Je leeftijdsfase 15, 20. Ja, die is heel belangrijk. Ja, hè? Ja. Ja. En wat is dan voor jou, dat je zegt, die muziek, dat brengt herinneringen boven. Oh, zoveel. Aan de tijd dat ik verliefd was. Oh, zoveel. Van Hans de Boy, dan weet ik dat ik thuis ben, tot Earth, Wind and Fire, Goede Doel, dat vond ik geweldig. Ja, dat is jouw tijd. Ja. Ja. Dat, ja. En Jacob? Ja, en de Police weet ik nog. En dat soort bands. Maar via een vriend kwam ik ook een beetje met de jaren 60 in aanraking, want die had dan weer een oudere broer. En die draaide Leonard Cohen en Moody Blues. Ja. En dat is heel grappig, want dat vond ik ook wel erg mooie muziek. En ik heb nu net weer de nieuws van Cohen geluisterd, maar die is nog steeds spreekt hij mij heel erg aan. Dus. Ja. Ik hoor eigenlijk hier een stel oude mannen praten. Oudere jongere mannen. Oudere jongere mannen. Dat is zeg maar de jongen nog steeds in ons. Dat gevoel, hè, wat jij zegt, Bart, is dat ook teruggaan naar je eigen jeugd? Misschien. Ik kan dat niet goed zelf verklaren waarom. Ik heb heel weinig met de muziek van nu. Ik kan er niks aan doen. Ik luister het wel eens, maar het bekoort mij niet. Dat ligt aan mij, hoor. Dat zal zijn. Maar het is mooi hoe jullie het beschrijven, vind ik. Want er zit ook een stukje gevoel bij van toen en van leuk. Dan wil ik helemaal niet per se terug in de tijd. Maar wel een stukje gevoel van nostalgie en van gezelligheid en relatieve onbezorgdheid even. En dat je daar in zo'n sfeer kan zijn, dat vind ik echt top. En dat mis ik ook wel nu. Ik ben zo benieuwd hoe je het aspect evangelisatie in de avond brengt. Ja. Ja. Goeie vraag. Ga je de vragen doen? Heel goed. Nee, dat is een goed punt. Ik weet hoe het werkt. Want het klinkt wat zwaar, evangelisatie. Het is, ik heb dat in mijn hart liggen dat ik dat wil delen. En ik doe dat ook wel. Ik geef eerst een lezing van tevoren. Dus ik heb het nog in een lokaal krantje gestaan. En die zeiden, je gaat nadenken en dansen, relaxen. Het is natuurlijk een wat vreemde combinatie. Maar ik vind het juist wel leuk om eerst wat inhoud. En dat doe ik op een laagdrempelige manier. Dat doe ik nog vooralsnog
zelf. Ik wil ook wel best met gastsprekers spreken. Dus iets van deze tijd signaleren. Ook iets over de leegte en over de crisis en dat soort zaken. En daar ook een stuk tegenwicht aan bieden. Van er is ook goed nieuws en God is er. En die hebben we een beetje kwijtgeraakt. Maar die is er nog steeds en hij verlangt nog steeds naar je. Om dat iets te delen. Maar het evangeliseren zit er volgens mij ook niet alleen in de woorden. Ik wil ook een context bieden die die sfeer van toen en ook christenen en niet-christenen ja, bijeenbrengen. Want de meeste evangelisatie is toch iets over relatie. En dat je elkaar ontmoet en in ontmoeting en gesprekken aangaat. Dat er iets kan gebeuren. En dat mensen iets gaan ervaren van wat hebben zij dat ik niet heb. Iets prikkelen. Hoe moet ik dat voor me zien? Dan begin je, mensen lopen binnen op een bepaald moment. Zeg je, dames en heren, mag ik uw aandacht? Nee, ik ga echt formeel beginnen met een lezing. Dan nodig ik je uit voor een lezing. Ik ga zitten in een bioscoopopstelling met mijn tafeltjes erbij, koffie en thee, gezellig. En dan maak ik een presentatie met een beamer en slides en filmpjes en multimedia. Het moet ook een beetje luchtig zijn, maar ook een serieuze noot. En dan komt het geloof gewoon helemaal naar voren. En dat is voor mij heel spannend. Ik ben niet een... In die wereld zit ik niet of zo. Maar ik probeer het ook juist te brengen voor niet-gelovigen. Het is natuurlijk heel fijn preken voor gelovigen. Want die gaan een heel stuk mee in wat je zegt. En ik moet hier ook oppassen. Ik wil niks in iemands strot duwen. Ik wil iets vertellen en delen hoe ik het zie. En dat is het enige. Hoe reageren mensen daarop als jij jouw verhaal gaat vertellen? Ik heb het nog maar een paar keer gedaan. En de groep was gemalleerd. Dus inderdaad gelovig en ongelovig. En ik moet eerlijk zeggen dat het mij 100% meeviel. Van mensen die ik wist dat die heel kritisch waren, kreeg ik positieve reacties. In ieder geval dat ik kleur bekende. Dat ik liet zien wie ik was. En dat met alle kleinheid en... gebrokenheid ook van mezelf, dat niet een perfect verhaal is, helemaal niet. Maar gewoon mens zijn met al je fouten. En je daar een visie neerlegt en ook iets van de waarheid. Want voor mij is de basis, en ik ben misschien nogal rationeel ingesteld, misschien is dat het ook een, voor mij is de Bijbel zo'n kloppend, consistent, coherent boek. Hij beschrijft ook de wereld zoals het is, als je die ogen opengaan. En als ik dat vind ik heel leuk om te delen. Dat stukje je ogen opengaan, ook waar de fase waarin Nederland zit. In Bijbels perspectief kan ik dat heel goed plaatsen. En dan kunnen we meteen ook wat hoop bieden, want het gaat slecht met de economie, met je portemonnee. Maar er is misschien ook nog een ander beeld. Want er gaat misschien ook nog wel iets heel moois komen. Komen de gasten zo binnen? Of moeten ze van tevoren een kaartje kopen? Dat had ik gedaan, maar dat ben ik een beetje teruggekomen. Ik wil het zo laagdrempelig mogelijk houden. Je kan binnenkomen wanneer je wil. Je kan ook na die lezing komen. Want ik nogmaals, het is een open avond voor iedereen. En ik wil het ook laagdrempelig maken. Juist voor mensen die niks meer met de kerk hebben. En ik wil ze ook daar een ingang in bieden. Dus het is helemaal vrij en open. Maar ze kunnen ook zelf beslissen van ik kom pas na die lezing binnen. Ik wil het niet. Dan wil je het niet. Misschien is het gericht op singles? Heeft het iets datingsachtig? Dat heb ik een keer gedaan. Dat was een themaavond. Dat wil ik eigenlijk niet meer. Het is algemeen. Het is helemaal niet alleen voor singles. Waarom wil je het niet meer? Niet goed bevallen? Dat is, misschien moet dat ook nog groeien. Ik vond het zelf... Dat is een goeie. Ik ben zelf ook nog een beetje aan het zoeken. Ja. Misschien is het leuk om dat af en toe te doen. En ik heb ook wel gemerkt dat mensen dat ook wel waarderen. Ik heb ook een christelijke singlesavond gehouden zelfs. Dan vinden het mensen heel fijn dat ze in ieder geval weten dat andere gasten ook christen zijn. En er zijn zelfs, nu ik al weet, enkele ontmoetingen uit voortgekomen. Niet dat dat mijn hoofddoel is. Nogmaals, ik wil alleen die context scheppen. Mm-hmm. En dat er verder mooie dingen gebeuren en mensen in gesprek raken. Dat vind ik heel wat. Ik zit nog een beetje te kijken naar de formule. Ik heb dat nu gedaan. Ik noem dat maar een themaavond. Het zou best nog eens een keer een singlesavond kunnen komen. Maar het is algemeen. Ja. Het is een beetje avonturieren, hè? Ja. Ja. In wat voor gelegenheden kom je zo al? Ja, ik huur een ruimte af. Ik heb nu meestal is het heel stijlvol en gezellig. En ik heb al een koetshuis van een kasteel afgehuurd. En ik zit nu op een soort evenementencentrum. Dus het is meestal niet in de stad of zo. En niet in het uitgaanscircuit. Het is daar buiten. In een rustige omgeving. Relaxed. Je kunt ook gewoon even gaan zitten. Maar je kan ook wat gaan dansen en relaxen. En met de keuze van de muziek is het dan christelijk of maakt het niet uit wat je draait?
we noemen het dance classics parties. Dus we zijn vooral de oudere muziek. Die zijn wel gescreend. Hoeven mensen niet te weten. Ik wil niet godlastelijke muziek of zo. En er zit ook soulmuziek bij. Als we de oude Boney M kennen, de Rivers of Babylon, dat komt rechtstreeks uit de psalmen. Ja. Veel mensen weten dat niet. Dus dat zit er ook wel iets van die tijd. Maar goed, daar wil ik het niet. Die muziek is gewoon, moet een gezellige sfeer scheppen. Ja, meer en minder is het niet. Heb je verder op zo'n avond nog... Dan heb je, je verhaal gedaan, je lezing gedaan. En daarna is het feest. Ja. Doe je nog meer als organisatie? Is er gebed? Want daar gebeuren natuurlijk ook allerlei dingen. Daar heb je niet altijd grip op. Voor hetzelfde geld wordt het gewoon een lekker zuipen feest gebeuren. Dat je denkt van, maar dit wilde ik helemaal niet. Nee. Hoe hou je daar grip op? Nou, dat is goed gezegd. En dat was ook wel een beetje een worsteling van mij. Ik lees ook dat we niet naar drankgelagen en brasserijen moeten. Dus dat was ook iets voor mij van, is dit ook de goede weg? Dat ben ik ook inderdaad nog aan het puzzelen. Tot nu toe is het allemaal heel bescheiden en relaxed. We houden ook al om 1 uur op, dat scheelt ook. Ik lees altijd in de krant dat de heibel pas om 4 uur 's nachts begint. Dus het gaat ook niet te gek. De meeste feestjes beginnen tegenwoordig toch na 11 uur. Ook dat. Wij beginnen wat eerder. Maar dat is ook fijn voor de oudere jongeren. We hebben nog geen gekke dingen gemaakt. We gaan natuurlijk wel in gebed als team van tevoren. En we lopen rond. Ik heb een werk met wat vrijwilligers. Die herkenbaar zijn aan een button en zo. En die kunnen ook in gebed gaan met je zoals je dat wilt. Dus maar verder, en we letten natuurlijk goed op. Als er gekke dingen gebeuren, dan grijpen we in. Maar tot nu toe is er geen onvertogen woord gevallen. Ja. En daar hopen we maar het beste van. Ja. Wat roept het bij jou op, Remco? Nou, ik vind het wel leuk. Eigenlijk doet Bart hetzelfde als wat ik doe, op een andere manier. Ik schep ook een situatie waar mensen mens kunnen zijn of worden, zoals God dat heeft bedoeld. Ik doe dat door middel van de muziek, door middel van concerten, door samen te zingen. Vanuit Handelingen 2, en ze kwamen samen, braken het brood met elkaar en loofde de Heer. Dat broodbreken doe je tijdens concerten niet, hè? Nou, kan zomaar gebeuren. Ja? Ja, het staat er zo duidelijk. Dagelijks kwamen ze bij elkaar, braken het brood. En dus ik vind dat we daar ook maar eens wat minder moeilijk over moeten doen. En dat we gewoon weer moeten gaan doen. En niet 1 keer in de 3 maanden of wat dan ook. Maar we dwalen af. Dus zo, ik vind het prachtig om dit te zien. Omdat je allemaal je talenten hebt gekregen van God. En allemaal op je eigen manier een aandeel kunt leveren in deze maatschappij en mensen in Gods aanwezigheid kunt brengen op allerlei manieren. Nou, eens kijken wat daar gebeurt op zo'n avond. Daar kunnen hele mooie gesprekken, contacten ontstaan. Mensen hebben het goed met elkaar op een verantwoorde manier. Ik vind het prachtig. Ja. Kunnen we als christen wel feesten vieren? Zijn we daar goed in? Nou, of we daar goed in zijn, weet ik niet. Maar we kunnen het wel. De Bijbel verplicht ons. We moeten blij en vreugdevol zijn, staat in de Bijbel. Ja. 4 uur, maar 4 dagen. Maar dan kan je zeggen op welke manieren moet dat. En nogmaals, is dat de manier. Ik denk dat dit op een leuke, een prettige, een goede manier is. En ik wil juist dus een tegenwicht bieden voor christenen die wellicht in het gewone uitgaanscircuit in een hele andere sfeer terechtkomen. Dus dat is een beetje bedoeld. We moeten absoluut blij zijn. Sterker nog, ik wil dat ook uitstralen. Blijheid en vreugde. En juist in deze tijd, even een plekje waar je nog gewoon jezelf kan zijn en relaxen. Ook als je je zorgen maakt om je portemonnee. Ja. Heb je zelf een onderzoek gedaan? Ben je naar allerlei gelegenheden geweest om te kijken wat doen zij en wat is in? Nou, ik ben als bezoeker wel eens regelmatig overal geweest. Maar ik heb wel wat onderzoek gedaan in de zin van wat is er? Wat is het aanbod in een uitgaanswereld en in de lezingencircuit? En dit heb ik nog niet. Je hebt tegenwoordig wel 80s, 90s parties. Vaak in grote hallen. En ook met een bepaalde, nou, niet altijd de sfeer die ik wil oproepen. Dus het is er wel, maar ik zie echt hier nog wel een behoefte. Ja. Ja, je hebt er nu een aantal gehad. Er komen er weer een aantal. Ja. Wanneer is het eerstvolgende feest? Ja, ik heb van die flyertjes gemaakt. De eerste feest is 14 april. En het volgende is eind mei. Ik probeer dat nu 1 keer in de maand te doen. En ik ga dat via internet en mailing. En ik ben al in de lokale krantjes geweest. En probeer dat bekend te maken. Ook bij kerken trouwens. Ja. Van neem maar, als je mensen hebben die dat leuk vinden, neem ze eens mee. En neem ook vrienden en bekenden. Ook die niet geloven mee.
Ja. Hè? En probeer misschien wat kruisbestuiving zo te krijgen. En hopen dat het aanslaat. Het is nu nog in de buurt van Amersfoort. Of buiten Amersfoort. Maar ik sta ook open voor locaties wellicht in Utrecht, in Amsterdam. Vooral Amsterdam heb ik wat statistiek gekregen. Wat opgezocht. Dat het eigenlijk een hele eenzame stad is. Met heel veel eenpersoonshuishoudens. En misschien later nog wel in het buitenland. Zou ik ook hartstikke open voor staan. Ik las net een bericht dat in Marseille 1 op 2 van de inwoners alleen woont. En in Amsterdam is dat 40%. Gaan we ook naar de 50% toe. Dat zijn de grote steden. En ik las ook in wat statistieken dat in de kleinere dorpen dat nu op 30% ligt. En dat gaat al richting 40%. Wat een tijd is dit van echtscheiding, individualisering en volgens mij ook wel van leegte en eenzaamheid. Als je daar iets aan kan bijdragen om daar een leuke sfeer en invulling aan te geven, dan ben ik al de halve wereld gewonnen. Ja. Dit is een droom of waar ontstaat dat? Dat is een goed punt. Dat vraag ik ook iedere avond en morgen aan God. Is dit van u? Want ik wil niet dat het mijn ding is. En dat meen ik echt. Want ik ga ook over een paar maanden mee stoppen als het niet goed is of niet de beoogde doelen heeft. Dat is ook prima. Ik wil graag dat God mij gebruikt. Mijn gaven en talenten die lagen tot nu toe op een bedrijfskundig adviseurvlak. En nou wat meer op organisatorisch vlak. Dat zit ook wel in mij om dat te organiseren. En dat is in mijn hart ontstaan. Ik kan het niet zo goed uitleggen. Ik vind het zelf een ontzettend leuke tijd. Ik word er ontzettend blij van. En Remco maakt van het weer ook doen. Leuk om te doen. Ja. En christelijke muziek is heel mooi natuurlijk. Maar je trekt vooral christenen aan. En ik wil juist ook de ongelovigen aantrekken. Juist in deze eindtijd moeten we de oogst binnenhalen. Het is maar kort tijd nog, denk ik. Dus je zegt alle gelegenheden aanpakken. Alle gelegenheden aanpakken. Je noemt het bartender, ja. Is een woordspeling op Bart Ender. Ja. End? Ik weet niet. Of is het meer bartender? Het is eigenlijk een combinatie, ja. Goed gezegd. Bartender, dus van tender wil ik iets uitstrengen van de tenderness, de tederheid, de zachtheid, de vriendelijkheid van die tijd. En niet ten opzichte van de hardheid van nu. Dus dat is dat tender stukje. En er zit natuurlijk ook de naam Bart in, mijn eigen naam. Ik zit daar ook over te twijfelen van, moet ik dat nog wel doen? Want ik wil helemaal niet dat het om mij gaat. Johannes, die in zijn evangelie roept nooit meer zijn eigen naam. Maar was de discipel wie Jezus lief had. Ja, dus daar zit ik wel een beetje mee. Maar het ging eigenlijk mij om het bar en dan het tender gebeuren. Het moet een beetje leuk bekken. Een Hollandse naam zoals Dirk en Linda en Jan en die Johan. Dat doet het goed. Ja, dus over een tijdje hebben we de Bart. Nou, dat denk ik niet. Juist niet, nee. Stel dat de feesten aanslaan. Nee, dan wordt het juist een andere naam. Ja, dan wordt het een andere naam. Ja. Ja. Zover moet het dan ook weer niet gaan. Ja. Nou, dankjewel voor je verhaal en leuk initiatief en volop in ontwikkeling. Volop in ontwikkeling. Ja. Ik sprak met Bart Eikelenboom over zijn bartenderfeesten. Als u wilt reageren op deze uitzending, dat kan, stuur een mail naar cafetinto@family7.nl. Straks kunt u luisteren naar de nieuwe muziek, naar de nieuwe Remco Hackert, als ik het zo mag zeggen. Het is niet alleen maar jouw nieuwe cd, maar ook Remco is zelf een beetje vernieuwd. Straks live. En na de reclame praat ik met Jacob Klamer, fotograaf. Dan gaan we samen met hem kijken naar een aantal foto's die hij maakte en het verhaal achter die foto's. Jij bent niet echt een verhalenman, hè, zelf. Anders was je wel schrijvend journalist geworden. Ja, ik vind het altijd mooi om dicht met mijn neus bovenop te staan en het dan te laten zien. Ja, ik ben heel nieuwsgierig naar hoe dat met die vinger gaat, wanneer dat klikmoment is. Maar dat horen we straks. Blijf kijken, graag tot zo bij het tweede deel van Café Tinto. Café Tinto werd mede mogelijk gemaakt door S-Vision.